Fokker 27, geladen op een dieplader. En ik wil graag toestemming hebben om richting hangar 73 te gaan. Dit is het oude fabrieksterrein van Fokker. We hebben bijna misschien wel 60 gebouwen gesloopt de afgelopen jaren. En ondertussen zijn wij weer nieuw aan het bouwen, zodat het Fokker Logistics Park weer nieuw elan krijgt. Eigenlijk het verfschema is een oud KLM verfschema. Voor de rest hebben wij hem helemaal in datzelfde kleurschema teruggebracht. Nou, sommige dingen waren wel voorradig. Bijvoorbeeld Friendship logo was, ja, dat is nog een gangbare type. Het enige waar we wat moeite mee hadden was het kroontje wat boven op de staart staat. Met foto's en scans en videofilmpjes hebben we proberen te reconstrueren. En zo hebben we hem eigenlijk weer opnieuw kunnen maken. We hebben een aantal passages, met name hier de toegang tot het Fokkerpark was heel erg smal. Er zaten twee hekken waar we eigenlijk doorheen moesten. Nou, één hebben we al helemaal weggehaald. En we hebben wat bomen die ook nog eventjes wat uitstaken. En lichtmasten hebben we weggehaald. Maar ja, uiteindelijk zaten hier. En het is allemaal gelukt. Sander hier bij de sleutel van de F27. En ik hoop dat hij hier jarenlang mooi te pronken staat. Ja, dat is heel mooi prestatie. Mooi stukje Nederlandse techniek. Bedankt. Assist.